damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off. Ik ben vorig jaar in de winterstop hier naartoe gekomen. Heb ik eerste half jaar heb ik niet zoveel gespeeld. En pas vanaf dit seizoen in de Eredivisie heb ik echt een basisplaats kunnen afdwingen. Ik speel sinds de day bij Feyenoord. En dan weet je ongeveer wel wat verwacht wordt om bij een grote club te spelen. Goede trainers daar zo, dus je krijgt wel alle faciliteiten om je door te ontwikkelen. En ze halen wel het beste uit je daar zo. When injustice had him caged and trapped in every way, how did Gandhi ever withstand the hunger strikes and all? Didn't do it to gain power or money. Ja, het is natuurlijk een droom voor mij om in de Eredivisie te spelen en dan nog verder te kunnen komen. En dit zie ik gewoon als eerste stap vooruit. Ja, tot nu toe gaat het wel aardig, vind ik. Persoonlijk gezien vind ik wel dat er een aardige stijgende lijn in zit. En die hoop ik voor te zetten. Ik denk dat juist in de grote wedstrijden, dat ja, vind je natuurlijk mooi en dan wil je juist extra bewijzen. En als je dan je niveau kan opkrikken of tenminste gelijk van je tegenstander, dan doe je het al aardig. En any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt in the... Het is belangrijk, niet alleen voor mezelf, ook voor de club, dat we gewoon in de Eredivisie blijven. Het zou zeker mooi zijn en dat zie ik ook als een beloning voor ons, voor het team natuurlijk. Je ziet ook dat andere teams die in onze regionen spelen ook wel, het ook wel aardig doen nu opeens. Dus het is gewoon elke wedstrijd strijden om je plekje. Maakt het wel spannend, hè? Ja, zeker. Maar het is toch mooi voor de kijkers natuurlijk. Nu verkrijgt...